Laten we het even bij het begin beginnen. Je kreeg een brief, die brief heb ik hier. Ja. Waarin RBC zegt van oké, ontzetting uit het lidmaatschap. Mm-hmm. Met een aantal redenen. Meerdere malen op of rond het veld gedragen die niet past bij de normen en waarden van de club. Er was een stadionverbod eigenlijk voor jou en je man dat je niet mocht komen. Klopt. Dat die afspraak zou jullie hebben geschonden. En ten vierde ook nog eens, er was geen vertrouwen meer van de club. Dat is wat zij zeggen. Dat klopt. Wat is jouw verhaal? Mijn verhaal is, wij hebben één keertje inderdaad een aanvaring gehad met een andere ploeg. Er waren meerdere ouders bij betrokken. Ik heb heel die schuld op me genomen. Ik heb ook gemaild naar die club, mijn excuus aangeboden. Okay, ja, die heb ik ook hier. Sorry gezegd. Ja, heb ik sorry gezegd. Excuus aanvaard. Aanvaard. Er was ook niks bekend over een vrouwelijk persoon die zo tekeer was gegaan langs de lijn. Dat vonden wij ook heel raar. Toen is vervolgens in januari mijn zoontje 3 meter naar beneden gevallen van een duikplank. Toen heeft hij een schedelfractuur opgelopen met daarin een bloeding in zijn hersenen. Dus na de carnavalsvakantie, 4 maart, mocht hij weer gaan trainen, mocht hij weer gaan voetballen. Dat heeft hij ook netjes gedaan. Ja. Dus toen hadden we afgesproken, hij mag nu wat meer gaan voetballen. Want dan mocht van de revalidatiearts, we hadden groen licht gekregen. Hij gaat maar 3,5 dagen naar school, maar voetballen mocht hij volledig. Want dat was mentaal voor hem pure ontspanning. En de club werkte daar gewoon niet aan mee. Die zei gewoon van, nou, 10 minuten en dat vinden we meer als genoeg. En jij vond, hij moet eigenlijk meer en vaker spelen? Ja, want het is voor zo'n jochie is het gewoon heel erg als hij alleen maar 10 minuten mag voetballen. En hij zit 30 minuten zit hij aan de kant te kijken hoe zijn teamgenootjes en vriendjes aan het voetballen zijn. Dus daar hebben we een keertje op ingespeeld van luister, dit kan niet. Jullie zijn geen dokters, jullie kunnen er niet over oordelen hoe dat de situatie medisch van mijn kind is. Dat heeft RBC ook nooit gedaan. Vanaf dat het moment dat mijn zoontje geblesseerd is geweest, hebben ze nooit gevraagd, God, ouders, hoe is het nou met de medische toestand van Jaden? En daar waren wij best wel gefrustreerd over. En daar zijn, dus zo is het nu zo groot geworden. Nou heb ik de voorzitter van RBC ook gehoord op de radio. En hij zei, ja, maar je moet het zo zien. Dit is een druppel van een zaak dat al veel langer loopt met de ouders. Met zowel de vader als de moeder. En wat zeg je dan? Dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Want mijn man die gaf daar gewoon training. En die heeft gewoon de 25 maart gewoon een wedstrijd gefloten. Dus als dat gewoon is, dan is dat gewoon klinkklare onzin. En wij zijn ook zelf gewoon 6 weken niet aanwezig geweest op een voetbalterrein. Want mijn zoontje was geblesseerd. Die zat in een rolstoel. Die mocht de eerste 2 weken niet lopen. Die mocht de eerste 3 weken mocht hij nog niet eens tv kijken. En Wii of Xboxen of Playstationen. Hij mocht gewoon helemaal niks. En de voorzitter zei ook, ik herhaal gewoon wat hij zegt. Hè, want hij wilde niet specifiek bij ons reageren. Maar ik heb wel op de radio gehoord. Hij zei ook, van die afspraak over hoe lang Jaden wel of niet zou moeten spelen. Daar weet ik ook niks van. Nee, dat klopt. Daar gaat de trainster over. Dat klopt. En is het in het belang van Jaden nu dat gedoe? Heb je het gevoel van, poeh, dit is goed voor hem? Of? Nee. Ik heb hem vandaag expres thuis gehouden van school. Het kind was helemaal van slag. Die doet vanmorgen de tv aan en die ziet zijn naam in beeld staan. Jaden van 7 wordt geruïneerd bij RBC. Hij zegt, ik ga nu echt niet naar school. Het kind was gewoon in tranen en tuiten. Het was nooit mijn bedoeling om heel Nederland erbij te trekken. Dat heel Nederland een mening over ons heeft. Dat wij schreeuwende ouders zijn langs de lijn. Want daar gaat het gewoon helemaal niet om. Ja, en dat...